Aan de Lepelaar in Schagen is donderdagavond 19 oktober brand uitgebroken in een vrijstaande woning. De brand brak rond 9:15 uit in de garage. De brandweer probeerde met man en macht te voorkomen dat het vuur over zou slaan naar de woning. Maar dat is niet gelukt. De vlammen sloegen al snel uit het dak van de woning. Er was ten tijde van de brand niemand aanwezig in de woning en er raakte dan ook niemand gewond. De vrijstaande woning is volledig verwoest.